om 12 wachten. Oh, nog, Tom, is dit bovenaan de computer morgen instarten, geloof ik, hè? Dat is ja, dan, okay, ja, dat is het dan officiële moment. Oké, okay, ja, dat geeft het. Eigenlijk het prinselijk trio van de windbuur van Ruiver binnen. Nou, nu is alles een beetje kariger dit jaar. Du was een beetje kariger. Ze er van weg? Weet ik net wie dat bij dek is. Oh, maar stond kariger. Kariger. Oh, karig, sorry. Ja, ja, oké. Okay. Sommige haardossen werden ook het kariger, dat klopt. Ja. Maar het is zich toch gelukt om een hoerigheid heen te krijgen. Ja, we hebben het voor elkaar gekregen. Ja. Of eigenlijk de schriever en oud-collega van Omroep Limburg, Peter Winkels... Ja. Die heeft dat voor elkaar gekregen, goed Ruiver. En die heeft de hoerigheid Sjoerd de Tweede zo gek gekregen. Wie laat was ze wakker om 6 uur? Ja, 6:30. 6:30 toch? Ja, ja. Dan moesten ze natuurlijk alles scheren en knippen. Ja, en, ja. Pak goed de kast trekken. Hoerigheid, welkom. Dat je dat nog eens zou zagen dit jaar is al vrij speciaal. Dus we gaan toch al meteen een momentje te pakken. Is dat bij u in de vereniging geen enkel probleem om nu dit gewoon uit de kast te trekken en erboven te trekken? Voor mensen, Oedruiver, wie Peter Winkels, doof dat heel geert. Ja, want Tom, even in een notendop, Peter Winkels moest toch misschien gaan beter uitleggen. Peter heeft jarenlang voor de omroep gewerkt. Hij heeft voor meerdere omroepen gewerkt. Hij heeft eigenlijk tijdens zijn studie in Amsterdam eigenlijk al meteen contact gehad met de media. Is docent geweest in Heerlen op een van die grote scholen jarenlang. Hij heeft het gecombineerd met het maken van cultuurprogramma's bij de Limburgse omroep. Maakt dus onderdeel uit van de 75-jarige historie. Want zijn programma's zitten bij ons ook volop in het archief. Hij heeft ook aan de weg gestaan. Natuurlijk met een hoop andere collega's aan de Boetegroene Boetezitting. Hij was een van de eerste initiatiefnemers door ook in. En mede-programmeurs van de eerste boetezittingen. Ja, goed, en hij is schriever. Hij heeft zijn leven natuurlijk aandacht besteed aan literatuur. Maar hij heeft zelf ook zaken gepubliceerd. En de laatste publicatie is een vastelovensboek. En wie sticht zei is van ja, dat had ik niet kunnen denken... dat ik nog een prins dit seizoen binnen zou krijgen. Ja. We hadden nooit gedacht dat er überhaupt nog een vastelovensboek... zou uitkomen dit seizoen. Maar het is er, het is kant en kloor. En Sjoerd de Tweede heeft het vanmorgen opgehold... op de Klaashof in Ruiver bij Peter. Peter is krank, dus het is voor hem veilig om toes te blijven... en om de RIVM-regels in de gaten te houden. Zo optimaal mogelijk, dus niet 1,5 meter, maar 25 kilometer. Het dacht ik, zeg in de prins, dan moet toch aftrainen. Ja, hij liefst toch even zitten. Hij toch zijn contacten. Nee, hij mag nog niet aftrainen. Nee, want, dat klopt. Dat is pas in het najaar, denk ik. Nee, volgend voorjaar pas. Oh, dan pas. Ja. Goh. Maakt toch een jaar met zelfs? Februari 22. Ja, kijk aan. Ik pas af. Oké. Okay. Ah, dan moesten we nog een beetje in shape blijven... dat dit allemaal niet passen ook natuurlijk. Want ja, dat is dan een week voor de vastelovend vond je. Drie weken voor de vastelovend aftreden. Ja. En 2 weken voor de vastelovend komt het in je pas uit. Oké. Okay. Ja, okay. Ja, zeker. Dus er is een prachtig boek. Maar het is een soort literatuurstudie. Kon ik nu te wie, Tom? Het is een overzicht van... een literair overzicht... Ja. Van schrijvers in Nederland die zich bezig hebben gehouden in hun ganse leven heen en door met vastelovend of carnaval. Peter heeft zich niet beperkt, heeft zich natuurlijk echt geconcentreerd op Limburgse literatuur. Maar is ook natuurlijk de boet gegaan. Als je zo'n schrijver hebt als Godfried Bomans, die natuurlijk ook over Brabant, de Brommense vastelovend carnaval, heeft geschreven. Ja. Het gaat ook over poëzie. En hij neemt ons eigenlijk mij in een soort blauw schuitje. Door de literaire vastelovenswereld. En hij leert dus eigenlijk kennis maken met waar die schrijvers dan en op welke momenten die met de vastelovens zijn bezig geweest. Want niet al die romans of die beuk die gewoon 100% over vastelovend. Bijvoorbeeld als je Jan van Mersbergen hebt. Ja. De overkant van de nacht. Hè? Overkant van de nacht, danken. Dat boek ging natuurlijk gans over de vastelovend in Venlo. En dat geldt ook voor Kemp, Matthias Kemp. Zien boek De Bonte Storm. Dat speelt zich compleet af in de vastelovend van Maastricht. Maar volgens mij is dat een boek uit de jaren 60. En ook dat komt er in voor. En Peter heeft gewoon uitgezocht welke schrijvers hebben zich nou bezig gehouden met vastelovend. En wat zeggen die erover? Het is niet altijd even positief. Ja. Dus ze is er heel eerlijk in. Maar over het algemeen kreeg ze een aardig beeld van wie dichters en schrijvers eigenlijk... denken en zien omgegaan en het beeld dat ze hebben van onze vastelovend en de boete. Ja. Kijk dus niet alleen maar scherp naar Limburg. Brommend zit erin, Kuilen komt er in voor. Volgens mij nog een stukje Zuid-Amerika hebben we erbij te pakken.
En dat is prachtig vormgegeven door Geert het Ogum. En voor mensen die, ja, die GA lezen of van poëzie houden, die kunnen achterin gewoon, want dat is een index geworden die achterin zit. Ja, dan kunnen ze op zoek gewoon naar, als ze dat leuk vindt, naar, inderdaad, naar beuk, ja, naar literatuur. Dat zich aanspeelt in de sfeer van vastloven. Misschien dit seizoen dat we niks hebben. Dat is toch een lekker boek. Bijvoorbeeld De Bonte Sturm is een prachtig boek over het Maastricht van 50, 60 jaar geleden. En dat ze nog duidelijk twee groepen had. Ze had de arme tak, de vastelovend vierde in de stad. En een beetje de chicere bourgeoisie. Ja. Ja, en die kwamen bij elkaar in de Redoutzaal. Dat is in de Bonbonnière. En de Spiegelzaal, die is er nog altijd. En Cam beschreef eigenlijk van, ja, wie die beide werelden eigenlijk met vastelovend elkaar tegenkomen. Maar dat ze eigenlijk, ja, als ze nuchter zien, en het is als woensdag geweest, erachter komen, ja, dat het einddeel van de stad niet bij het ander huurt. Ja, even naar de hoerigheid. Hult hij van lezen? Want ik neem aan dat dit op Ruiven hoe verplichte kost werd voor elke hoerigheid vanaf 2021. Ja, dat neem ik ook aan. Ja, ja, ik heb me al enigszins een beetje verdiept erin nog. Ja. Peter had me uiteraard een voordruk gestuurd. En ik moet zeggen, dit is de muiter weer. Ja, ik ga even van afstand gekeken. Het ziet er prachtig uit. Het is echt schitterend vormgegeven. Maar hij had zich natuurlijk net voor niks deze kant op gestuurd. Het is wel een officieel momentje, denk ik, hè? Jazeker, ja. Normaal gesproken zou Peter het natuurlijk hier zelf hebben gedaan. Zoals Tom zei, ja, helaas is er krank. Ja. En ja, een boek van dit, deze entourage, daar moet ook echt wel momentjes in. Ja. En dat is voor snelle vreugd natuurlijk gewoon voor als vereniging dan dat Geer namens Peter doen. Oké. Okay. Dan vieren we nog offer en dan mag ik Zoom u verhandigen aan Mr. Vastelovend van ons. Dat is Tom. Jazeker. Hoe geet aan u? Tom, namens Peter Winkels, zien boek Vastelovend. Vertel. Alsjeblieft. Dankjewel, hoe geet. Ik weet niet hoe de camera. Ja, we zoeken iets kalder dan Cup in beeld. Ja. Ah, had nog een strik voor de ogen, onoogzienig, maar het is inderdaad schitterend. Ja. Peter Winkels, Vastelovend, vertel. Ja, dat is hem. Ja. Ik denk dat we zo meteen Peter ook maar even moeten bellen, hè, om hem toch te feliciteren. Dat is wel een momentje. Goed, maar ik hoop dat het opneemt. Ja, gewoon voor dadelijk proberen. Hoogheid, bedankt even voor dit moment. Blijf nog even gezellig erbij. Zullen we nog een liedje doen van Opperhuiven? Of vind ik dat leuk? Ja, oké, dat kunnen we dan. Huppakee, wat mag het doen? Dat moet kennen en groot geamuseerd. We maken er gewoon het van dit, joh. Mag het doen? Later ging het hel, maar nu ben ik vergeten wat ik heb gedaan. Was ik maar op petit naar huis gegaan. Ik heb de kastelein gebeld en toen de vroeg gesteld. Heb ik me gisteravond nog goed geamuseerd en moet ik nog het betalen? Meer druk. De laatste jaren haai ik mich meer en meer geduk. Nu wil ik heel vergeten wat ik heb gedaan. Maar ik was jong en dacht, nu laat me gaan. Maar toch werd nu nog druk verteld. Dat ik toen heb gebeld. Heb ik gisteravond nog goed
geprobeerd. En ben ik toen door die eiken toffel hergegangen. En heb ik me gisteravond groot geamuseerd. Moet kennen van Opperhuiver en goed geamuseerd. Al nieuw omdat er een nieuw Vastelovensboek is. Vastelovend vertelt, vertelt, vertel van Peter Winkels. Literatuur en carnaval, Vastelovend en de Limburgse letteren. Is prachtig vormgegeven. De hoogheid van de windbuurs nog altijd regerend. Prins Sjoerd II is in de studio. Had het boek juist overhandigd aan Tom Doesburg. Onze Vastelovensprins eigenlijk. Gekker Joprins. Ja, dank je. Ja, Gerrit hoor. Maar zonder veer. Ja, en Vergongen natuurlijk. Maar waarom Peter dat boek nog heeft geschreven? Ja, zullen we hem dat eens even vragen? Oh, daar heb ze hem. Peter is aan de telefoon. Okay. Goedemorgen Peter. Goedemorgen Ruud. Ja, die gezondheidssituatie lukt het even in toe dat ze zelf in de studio is. Vandaar de hoogheid. Proficiat allereerst, hè? Dankjewel, dankjewel. Ja. Een zeer journalistieke vraag. Waarom moet dit boek er komen? Nou, dat is heel simpel. Ik heb nogal het passies, maar twee daarvan zijn Vastelovend en literatuur. Al vanaf dat ik menken waren, vind ik Vastelovend. En vanaf dat ik Kooselijzen heb ik Burg verslonden. Dus ooit moest er een moment komen dat ik dat samen ging brengen. Ja. Literatuur en Vastelovend. En de best leraar geweest, wel zoals gaat leren hij met? Of is het puur vermaak? Nee, ik wil laten zien dat er veel meer dan nu denken over Vastelovend geschreven is. Heel serieus in het Nederlands, door hele grote literatoren, door Limburgse schrijvers. En dat ze dan een heleboel oetkens afleiden van wie het feest gevierd wordt, wie de lui ermee omgaan. En dat het niet altijd maar Holladier is. Ja, maar het is natuurlijk ook, Peter, dat zal ze ook in die studie gevangen hebben, het ideale decor voor een groot verhaal, hè? Absoluut, voor alle verhalen, hè. Voor misdaadromans, maar ook voor liefdesromans. Het is een decor voor heel veel feesten. Ja, en mensen die misdragen had, die kent zich zo verstoppen tussen het volk natuurlijk. Dat is wel lekker. Precies, dat is de basis voor heel veel detectives met Vastelovend. Met de masker op is ze zo weg. Ja, wat is nou die favorietje wat ze zo ontdekt had in al die beuk die ze als deur gespeeld? Ja, dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende, maar ook de meest moeilijke vraag. Want ik heb ruim 70 teksten gevonden. En dat loopt heel erg goed in van een gedicht van vier regels tot een complete roman. Maar wat mij heel erg trof is een vrouw van Kees Simhoffer over een oudere dame op leeftijd die eigenlijk op het let loopt en die toch nog een keer met de optocht de bonte storm in Maastricht met wil. En dat duist ze met haar zoon in de rolstoel. Ja, kijk aan. Er zit toch altijd eenmaal drama in die Vastelovende film. Bij Gerdel verhaal eigenlijk weer een keer op. Het is het leven, hè? Het is echt het leven met alle ups en downs. Dat liefbaar kan dat niet anders. Het komt allemaal terug in die verhalen. Van geboorte tot dood zo ongeveer. Ja. Peter, je weet de komende Vastelovende of wat er van u voor is voor dich eigenlijk? Nou ja, vorig jaar waren het door mijn gezondheid al heel bescheiden. En dat zal dit jaar nog bescheidener worden. Want door corona ben ik bang, zal er heel weinig gebeuren. Dus ik zal wel voor de buis zitten of met de broek in de hang in mijn lekkere lijst door. Ja, zeker. Ja, en voor de lui die ook het vieren enorm komt missen, is er dien werk even Vastelovend vertel, vertel, vertel. Ik denk in de betere boekenzaak, toch Peter? In alle goede boekhandels, overal in het land te krijgen en via internet te bestellen. Dus jullie kunnen er overal get van vinden. Oké, vermoed ik dat geeft Tom dan doen, toch even virtueel toch Peter onze hoesorde u verhandigen. Hem geven we aan de hoesgeet met. En zal hem ook, denk ik Tom, even symbolisch dan aan de hoesgeet geven nu? Ja, ben even kijken wie ik dat precies doe. Misschien meug het. U voor de pols, hè, maar gewoon toch? Misschien meug het van de wingbuels dat ik hem euvels in een scepter hang. Ja. Dat is misschien ik weet niet idee. Of de vorst dat goed vindt. Dit jaar zijn er andere regels, dus geen enkel probleem. Hebben ze een trommel rond? Ik ga de pumpen. Oh. Hoppakee, daar hangt het. Alsjeblieft, Peter. En dan geef je ook naar Peter, natuurlijk. Peter, dank je wel, hè. Heel graag gedaan en doe ook bedankt. Jo, graag gedaan. Hoi, hoi. Dat wordt Peter Winkels. Ja, Tom.
Ja. Dan is toch een orde uitgereikt. En hoe geeft in de studio gehad? Er is een boek. Goh, wat er morgen nog allemaal gaat. Het geeft uitbreken. Ik veel het. Dankjewel, hè. Jo. Hoe geeft goede race terug naar de Ruiver, hè. Dankjewel. Hoi.